Hoe kan dat? Vanochtend keek ik naar mezelf en dacht ik echt, oh. En nu denk ik, hallo, je ziet er gewoon goed uit. Ik vind het zo geweldig dat ik er één nog weggeef aan jullie. En dan loop ik straks met tampons in mijn tas en op de middelbare staat het best wel awkward. Sushi is eigenlijk gewoon belachelijk. Soms als ze alleen in mijn maat er nog zijn, dan denk ik, dit is het teken dat ik ze moet nemen. Oh, ik ben zo blij. Wow, nu gaan jullie helemaal los. Want mensen geloven niet dat ik echt vrienden heb. De gedachte dat ik zoveel groente en fruit binnenkrijg, vind ik zo relaxed. Dit is mijn trui. Draai mee, jongens. Okay. Draai mee, ja. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb echt een half uur geleden mijn vorige weekvlog afgesloten. En daarin zei ik dat hij anders veel te lang werd. Want ik ga zo een sushi mukbang in deze vlog doen. Hier is mijn sushi. Ik ga een Action-vlog opnemen, niet in deze vlog los. Maar ik ga wel aan de slag met de spullen die ik bij Action heb gekocht. Dus ik ga een beetje in het huis klussen. Ik ben nu bij de IKEA. Ik heb net, even ademen, zo'n briefje opgehaald. Vet stom. Dan krijg je dus, moet je hier naartoe. Er stond al op de website, vraag een medewerker. Dus dan wist ik al dat ik naar een ander filiaal zou moeten. Of een ander punt. Moet je hier dus helemaal in de winkel, briefje vragen, betalen. En dan nog weer ergens naartoe rijden en daar het ophalen. Dan ga ik de salontafel ophalen. Omdat ik dus het leuk vind als Ruben thuis komt, want Ruben is weg. Over drie dagen, dat hij dan, dat huis leuk is. En ik vind het zelf ook leuk. En ik heb net even bij de IKEA havermelk gekocht, want ook al ben ik geen vegan meer, ik doe eigenlijk geen melk meer. Alleen als het uit een automaat is en het kan niet anders. En ik wilde deze ook wel eens proeven met mango en orange. Misschien is dat een soort van yogi drink plantaardig. En mijn sushi staat hier echt warm te worden, ik moet het echt een beetje koud maken. En ik wil heel even, hallo, on the go-achtig, dit drankje proeven. Apple pear and ginger oat smoothie. 1,50 of zo. Ik ben er al heel lang benieuwd naar. Oh, het ziet er niet lekker uit, maar het ruikt heel lekker. Oh, oh, daar hou ik van. Mmm. Wow, ik zou echt, hier zou je echt meer geld voor kunnen vragen. Het smaakt heel bijzonder. Het smaakt echt naar perenpulp. Appelmoes, water, perensap, citroensap, appelsap, haverzemelen, gemberwortelpuree, natuurlijke aroma's. Dat is het. Dit vind ik lekker. Ik ga nu dat adres invoeren van het ophaalpunt. Voor mij zit toch nog wel 8 minuten rijden of zo. Dan ga ik het daar ophalen. En het is al bijna 5:30. En de winkels gaan 7 uur dicht. Oké, komt goed. Ik ben echt meegesneld. Het was 1 minuut bondscannen. Nog geen halve minuut had ze hem. Lag hij op de car en kon ik hem zo de auto inrijden. Dus toppie. Rara, hoe ziet een sigarettenafvalbakker uit bij de IKEA? Met een ijshoortje erin. Weer mijn trui aangetrokken, maar dit is zo'n lekker gevoel. Ik had de auto voor de deur gezet, moest ik tillen. En nu ben ik thuis en dat is zo fijn. Dit kan over een kwartier al worden opgehaald, maar het kan nog 3 uur duren. Nee, dat is niet jouw water. En dit is waarom het zo fijn is als je vriend er niet is. Want dan kan je gewoon dit doen, zonder gezeur. Dit zijn alle Action spullen. En ik heb dus echt huisdingen, maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik niet echt in de mood ben nu. Dus waarschijnlijk wordt het nu gewoon wel even die salontafel in elkaar zitten en de rest lekker morgen. We hebben een spiegel opgehangen omdat we daar al een haak voor hadden. We hadden het er dus over van de week dat daar dus een spiegel zou kunnen komen. Maar eigenlijk een lange dachten misschien. Maar nu had ik dus een spiegel gevonden. We willen een beetje dat industrieel met zwart meer in huis gooien. Wat meer zwart sowieso. Daarom ook de nieuwe salontafel. We hadden hier de zwarte stoelen en zo. En deze spiegel, ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Ruben gaat hem of heel lelijk of echt heel vet vinden. Zelf vind ik hem heel raar. Het is echt een hele raar. Eigenlijk is hij heel lelijk misschien. Ik ben er dus niet zo goed in dat inschatten. Er is een kans dat hij eigenlijk heel lelijk is. Maar die twee kleuren vindt hij heel mooi. En dat randje, dat zwarte eromheen, vindt hij ook mooi. Laten we het zien. Kijk. Het kan dus heel tof zijn met die buizen. Maar misschien was het toffer geweest als het alleen met die buizen was. Of alleen die houten rijst. Het is natuurlijk eigenlijk een hele saaie spiegel. Met dat. Ik vind het in het totaal, zeg maar, als ik het zo zie, wel tof. Dat ding moet echt, we willen dat ding weg. Maar we durven het niet. Ik vind het zielig. Oh, ons huis is zo'n zooitje nu. Maar goed, en die willen we dus nu ook weg. We houden van hem, maar we willen nu een andere stijl. Oké, mukbang time. Het probleem is dat mijn video's altijd veel te lang zijn. En dan moet je vooral ook niet dit doen. Dus ik ga het niet te lang doen, oké? Let's start. Ik ga er zeg maar nu een paar eten. Dan ga ik een beetje klussen en dan ga ik er weer een paar eten. Ik denk dat hij heel lekker is. Hij ziet er echt heel lekker uit. Oh. Als Ruben er nu was, wij worden gek als dat gebeurt. Dan wordt het echt, oh, dan valt hij uit elkaar. Ik krijg veel te veel sojasaus. Ik vind het stiekem best wel lekker als hij een beetje op kamertemperatuur is. Ik ga een judo roll. Deze zijn echt extreem vatsig. Maar deze zijn dus gefrituurd, dus die zijn veel chiller als je meteen eet. Of course. Ze zijn wel heftig hoor. Ik
heb er nu dus 6. Dus eigenlijk normaal doen we dat met z'n tweeën. Ik ben blij dat ik geen echte make-up heb opgedaan, want ik ben echt mega saai. Ja, dat vond ik dus wel, dat er een gek geurtje aan het tonijn zat. Oh, daar hou ik niet van. Ruben vond hem vorige keer niet goed. Ja, die zal hem niet. Dat vind ik zo stom, maar want je betaalt 1 euro gewoon voor dit. Dat is eigenlijk belachelijk. Sushi is eigenlijk gewoon een belachelijke verslaving. Dit krijgen jullie nooit, hè? Niet ermee gaan spelen, Bobby. Ah. Nou jongens, ik ga stoppen met deze mukbang, want... Eerste zie ik er niet uit. De tweede heb ik echt niks te zeggen. Dus. Doei. Wat over Temptation op RTL Boulevard. Over Tim. Kijk, volgens mij is het echt heel mooi. Het is best wel groot, maar wij eten altijd aan de tafel. Dat is stop. En je kunt hem dus uit elkaar schuiven. Het enige punt, dit lukt mij nooit. Dit zit nog niet vast. Ik heb echt geprobeerd eerst met een hamer en zo. Ik krijg het er gewoon niet in. Maar dat maakt niet eens zelf heel veel uit. Hij kan dus zo groot worden. Kijk, we hebben ook best een grote bank. Dus het is niet erg. En je kunt... Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt... Hij is 60 euro. Ik denk dat Rup hem ook heel mooi gaat vinden. Als het huis straks gewoon echt mooier is. Het is mooi, toch? Doei! Al mijn pakketten zijn het opgehaald. Maar ik had me even geholpen, want ik vond het vet zielig. Maar ja, het is de service, hè? Ik denk altijd, ik vind het sneu, maar het is wel de service die ze aanbieden. Ik had gisteravond nog 3 dingen besteld. Ja, sorry. Maar ik hou van sale. Ik ga het even passen. Ik ga het altijd passen en dan ga ik er nog een keer over nadenken. Oh, ik vind hem wel tof. Oké, daar heb ik een jas van... Huh? Oh ja, ook schoenen. Van River Island. En die leek me heel leuk als skijas. Alleen ik ski natuurlijk niet vaak. Dus hij moet ook wel leuk zijn als gewoon is. Maar hij is best wel heavy. Ook weer groot. Waarom is alles te groot? Waarom is dit gewoon een 42, hoor? Nou. Oh, nu wordt hij weer strakker, volgens mij. Hij is zeg maar wat over je billen, hè? Oh, ik hou ervan. Als hij nu nog steeds in de sales gaat, kan ik hem een maat kleiner bestellen. Maar die was er volgens mij niet. Het kan wel. Maar kijk, hij valt ook net een beetje lang. Hij wordt... Maar ik vind het zo leuk. Ook schoenen besteld, dat ik dus nooit zou dragen. Maar ik probeer soms een beetje dingen te kopen die ik eigenlijk niet zomaar zou... Die niet echt mij zijn, maar weet je, je moet ook andere dingen proberen. Ik vond ze heel mooi. Ze is echt heel vet. Soms als ze alleen in mijn maat er nog zijn, dan denk ik, dit is het teken dat ik ze moet nemen. Hebben jullie dat ook? En ze zitten goed. Oh, ik vind ze heel leuk. Kijk. Oh, en ze zitten best wel oké ook. Normaal zitten dit soort schoenen echt niet, vind ik. Oh, dit is leuk. Ja, deze hou ik 100%. Had ik stiekem niet gedacht. Wat vind jij ervan? Mooi, dank je. Oh, ik keek echt. En dit past bij best wel veel outfits. Kijk hoe mooi ze zijn. Moet je kijken. Heel mooi. Echt een schoen is het ook. Loafers. Kijk, dit zijn ze. Ik heb er 27 voor betaald. Ze zijn nog steeds 27. Ze zijn er nu alleen nog maar maat 39. Wow, ze gaan echt op maat 43. Wat een topbedrijf. Dat spijkerjasje was 30. Die ga ik niet houden. Oh, het is ook een oversized jas. Waarom? Ik vind dat niet mooi. Ik vind dat je juist strak moet zitten. Yes, hij is er nog. Yes. 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 Yeah. Ik ga hem nu in... Yeah. Oh, sorry. Ik ben heel blij. 127. Oh. Oh, top. Is het denk ik S of... Nee, M dan. M, zei ik. Oh, ik ben zo blij. Okido, yeah. Dan heb ik deze schoenen. Dan heb ik die roze jas. En die groene jas. Nu weer sushi. GTS'en begint bijna. En ik ben zo blij met die tafel. Want je kunt hem ook gewoon lekker dicht naar je toe schuiven. Omdat eerst die andere kwam tot hier. En dan kwamen al die haren zo dichtbij. Dit zit lekker hoog. Top! Bobby vindt het ook leuk. Aandachttrekker. Ik was even de kleding aan het uitzoeken en opruimen en zo. Want dat moest ook gebeuren. Opgemaakt, wat een verschil. Zoveel beter. Ik heb best wel veel make-up op. En ik heb dus even een beetje aan het uitproberen. Ik had dit doek opgehangen, maar hij is helemaal niet gestreken. Dus het zit vol met kreukels. Dus het ziet er denk ik niet uit. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien als ik dan zo zit. Oh, het is voor mij helemaal niet mooi. Nou ja, we zien het wel. Oké, hey jongens, ik heb net een video opgenomen. Grappig hoe anders mijn haar lijkt in het licht.
Ik ben zo blij met mijn trui. Dat ik zat net even mijn camera eraf draaien. Hallo. Ik heb net tegen mezelf gezegd. Tenminste, ik dacht net bij mezelf. Dat ik echt minder moet gaan vloggen. 'S Ochtends zonder make-up in mijn badjas. Want ik erger me gewoon aan die beelden. Ik vind die beelden gewoon... Het is gewoon minder leuk om naar te kijken als iemand er niet uitziet. Dit is mijn trui. En ik heb dus net met mijn haar zo gefilmd. Dat is grappig. En ik vind het toch wel echt heel goed staan. Ik vind het grappig, want nu ik met mijn vloglens film, zie ik hoeveel make-up ik op heb. Vind ik het niet zo mooi. Terwijl ik het wel mooi vond net met het andere beeld. En ik heb dus met die doek, dat doek gefilmd. Ik zit nu te denken, het is nu 2:50. Ik wil eigenlijk naar de zonnebank, want je ziet gewoon als ik bruiner ben hoeveel beter het eruit ziet. En ik erger me gewoon echt als ik zo wit ben. En ik heb wel bijvoorbeeld een broek nodig en dat soort dingen. Maar ik heb ook weer geen zin om de deur uit te gaan. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Dit is nu de zooi. Ik ben het wel een beetje aan het opruimen. Laat ik ook nog even mijn jas zien, want ik ben er dus echt heel blij mee. Hij is zo lekker warm. Het is natuurlijk jammer dat het is nu juist zomer gaat worden, maar ik ben heel blij met deze aankoop. Bobby, doe even normaal. Je kunt hem dus... Hier zit gewoon echt bont. Hij is super dik. Je kunt hier de touwtjes strakker maken, maar ook weer losser. Dus ja... Echt heel blij met deze jas. Ik heb mijn badjas. Hey, maar ik heb wel mijn cap op. Dus ik wil ben al die spullen in de tas aan doen. Zodat ik dan door het huis kan lopen en te plekken geven. En mijn hele fles, driekwart van mijn fles schoonmaakmiddel is helemaal leeg gelopen hier. De hele tas staat vol. En al mijn spullen zijn geraked. Inclusief mijn bon. En ik kan het nog net lezen. Want ik moest nog de prijs in de beschrijving zetten. Wat een drama. Jongens, ik ben nu live. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het heel leuk. Ik heb 298 kijkers. En ik heb dus ook haters. En dat heb ik dus nooit. Oh, wie wil er in mijn vlog? Ja, het is een slechte microfoon. Het is mijn laptop. Dat kan ik niet verbeteren. Jullie komen nu in mijn vlog. Zeg wat. Dit komt in de weekvlog. Wow, nu gaan jullie helemaal los. Ik hoop dat het er goed op staat. Ik ga het er niet uitknippen. Soms zeggen mensen, je komt in mijn vlog en dan gaan ze het eruit knippen. Wow. Helemaal los gaat het. Geef jezelf even een shout-out. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Het is echt heel leuk om live te gaan. Echt heel leuk. En het sushi is heel lekker. Oké, doei! Dit was zo leuk. Grappig, want ik had echt weinig energie en zo. Maar dit vind ik echt heel leuk. En ook al is de kwaliteit slecht, ik vind het toch heel chill om er naar te kijken. Het is nu pas 6:15. Hey. Leuk. Ik vind het gewoon leuk omdat het best wel een soort van origineel is. Ik heb het nog nooit gezien dat een Nederlander een live mukbang deed. Dus. En nu is het 6:15. Ik ben best wel vroeg wakker en ik had echt veel kunnen doen vandaag, maar ik heb het niet gedaan. Nu heb ik nog een hele lange dag en de zon schijnt nog. Nou ja, prima. Ik heb lekker mijn gezichtsmake-up eraf gehaald. Dus ik ben weer lekker rood. Het valt nog mee. 'S Ochtends is dat erger. Kijk, nu zie ik er gewoon oké uit. Ik heb niks meer op mijn gezicht. Alleen mijn ogen en mijn wenkbrauwen. Grappig is dat, hè? Dat heb ik dus echt aan het einde van de dag altijd veel beter dan 's ochtends. Ik had even in onze eierstoel lekker in de zon gezeten. Hoe kan dat? Vanochtend keek ik naar mezelf en dacht ik echt... Oh, en nu denk ik, hallo, je ziet er gewoon goed uit. Ik vind dat zo raar. Heel lekker in de zon gezeten in mijn eierstoel. Ik was even op Instagram aan het praten. Ik vond het zo fijn. En nu is de zon weg. Dus nu mag ik gewoon lekker tv-avond. En ik ben heel blij met onze salontafel. Kijk, ik vind hem echt heel leuk. Ik hoop dat Ruud hem ook leuk vindt. Ik moet eigenlijk nog een beetje opruimen, maar ik ga nu even lekker Love Island kijken. Chillen. Ik vind het heerlijk om even tot rust te komen en even alleen maar met mezelf bezig te zijn. Ik voel nu aan Bobby's buik en ik voel een soort van harde korstjes. Weet iemand wat dat kan zijn? Ik wil er niet echt hard aan zitten, maar... Wat zijn dat, Bobs? Wat zit hier? Het is zo harde vacht voor, dus ik kan het niet zien. Je bent zo lief. Je bent een bolletje met wol, hè? Goedemorgen, jongens en meisjes. Nu ben ik weer zonder make-up. Ik wou zeggen dat het echt veel beter gaat met mijn huid. Zo blij om. Hey jongens, ready to go. Ik heb mijn Adidas trui en ik ging hem dus in mijn broek doen. En dat staat best wel heel erg leuk. Ik vond niet echt paasachtig. Bij paas heb ik gevoel dat ik vrolijke kleren aan moet. Maar kijk, leuk. Ik ben te laat, as always. Dus doei. Oké, dit is met mijn nieuwe jas erbij.
Kijk, ik vind het echt best wel vet, zo met die riem. Ik voel me wel altijd een beetje overdressed. Dan wil ik leuk make-up op doen, maar mijn ouders die vinden dat dan altijd zo van... Oh, dan heb je van make-up op. Maar ja. En er is heel vervelend nieuws in de familie van Ruben, maar ik weet niet of hij wil dat ik daar wat over vertel. Maar dat is waarschijnlijk wat de planning voor vanavond ook is na Pasen. Dus hij komt wat eerder naar huis. Heel erg rot nieuws. Maar ja. Oké, okay, doei. Hey, heb je toch... Oh, ik heb niet mijn zoenlens bij me. Ja, want die ander heeft ook een beetje kuren. Wat is dat dan? Waldorf? Waldorf. En dit is zelfgemaakt hummus? Vegetarisch. Met weinig olie. Deze is... Normaal zit kip in een Waldorf, maar nu dus niet. Deze is ruim een half uur geleden geperst. Nou. Lekker. Schrik maar. Met die basis, dat goed te kennen, haal je het in ieder geval. Ja. Groep 6, 9 jaar, het leukste vind. Ja. Hallo. Het komt op YouTube, hè? Nee. Wel, ik ga even stukken om Rebecca haar nieuwe video. Ik heb dus net een action shoplog geplaatst. En nu zie ik dat zij ook een action shoplog heeft, XXL. Maar ik kan niet echt kijken, dus ik spoel er even doorheen om te kijken wat voor dingen ze heeft. Dus ik blijf maar spoelen. En het enige wat ik zie zijn kleerhangers. Dus ze heeft gewoon als 1 april gehad. Hij heeft ze 10 minuten lang alleen kleerhangers laten zien. We zijn in het bos. Oh, ik ben echt wit. Ja. Hier is papi. Maand. Bijtelling. Zijn nou, ja. Nou, dat niet alleen de... Nee, hier zijn de... M en O. Oh, dat is er dus niet, want het is in Ardennen. Maar hij komt zo naar huis, want er is echt iets heel erg vervelends gebeurd. Maar ik weet dus nog niet of ik dat mag vertellen, maar daar ga ik vanavond dan ook naartoe. Dus hierna ga ik naar huis, maar het is nu pas 3 uur of zo. En waarom ben ik zo beter? Ja, zo is beter. De ISO-waarde stond niet goed. Oh, lekker interessant. Fotoshoot gedaan en nu willen we een selfie. Ja, ik ga niet voor. Jij mag jij voor. Mag een selfie nemen, toch? Ja, die is maar. Het dikste. Oh, nou, bedankt. Wie dat doet. En, waarom ga jij helemaal achter? Je kan ook nog een fish eye lens kopen, die erop zet. Klinkt hij nu wel? Nee, ik heb op film staan. Oh, ja, lekker. Oké, okay, nou, komt hij dan. Ja, Olivier past er net niet op. Dikke pad, kop. Hey. Ja, leuk zeg. Okay, het, is een het is een filmfoto. Ja. Draai mee jongens. Okay. Draai mee, ja. Oh. Je filmt niet eens, je filmt niet. Hoe film ik dan? Hij filmt wel. Oh, wacht, zo, komt ie. Ja, hij filmt wel. 1, 2. Oké, okay, ik ga... Oeh, hallo. Ik ga nu weg. Ik ga dus naar het ziekenhuis. Want de ogen van Ruben is heel erg ziek geworden. Maar ik moet dus spontaan eerder. Maar ik voel me dus heel erg overdressed voor een ziekenhuis. Ik vind dat echt een beetje alsof ik heel erg... Nou ja, dit is gewoon goed. Ik doe mijn jas wel uit. Oké, ik ga nu. Hoe is dit drink? Had ik bij Ikea al gekocht. Het is echt heel lekker. Ja. Hi. Het is zo raar. Deze livestream. Hey jongens, het is al 2:30. Ik had weer echt opstartproblemen. Ik ga even naar Almere. Ik wil misschien een Primark shoplog gaan doen. Ik heb echt video's tekort en ik wil sowieso naar Primark. En een... Pashokje shoplog misschien. Dus waarschijnlijk zien jullie mij niet echt vandaag. Omdat ik dan een pashokje shoplog ga filmen. Dus doei. En deze oorbellen vind ik niet leuk staan. Okay, jongens, ik heb echt geweldige kleren gekocht. Echt hele leuke kleren. Ik ben nu bij de toko en ik zie dit. Ik dacht ik moet dit kopen om te testen. Maar dit gaat me iets te ver. Zouden jullie dit kopen? Ik heb veel voor jullie over, maar ik vind het wel heel veel geld. Oké, dit weekend komt Rebecca. We hebben nog niet heel veel video dingen. Dus ik denk ineens ik ga het mandje pakken. En ik ga toko dingen pakken om te proeven. Oké, Rebecca vindt het helemaal leuk. Jammer dat ik dat niet gefilmd heb. Dat is zo schattig. Kom maar, Bobby. Kom maar. Oh, hij is eruit gescheurd. Auw, niet met je nagels alsjeblieft. Oh, dit wordt een litteken. Zijn nagels zijn echt heel heftig. Ga maar slapen. Oh, je bent zo schattig. Goedemorgen. Ik was even weer opnieuw aan het kijken en aan het opmaken. In die school in Amerika waar vorige maand heel veel mensen zijn doodgeschoten. Daar zijn ze dus op zoek naar oplossingen en zo. En nu hebben ze dus als oplossing dat iedereen een doorzichtige tas heeft gekregen. En dat iedereen een doorzichtige rugzak mee naar school heeft zodat... zichtbaar is wat je in je tas hebt. Maar er zijn natuurlijk heel veel meiden die zeggen, ik vind dat echt heel naar, want ik kies er niet voor om ongesteld te worden. En dan loop ik straks met tampons in mijn tas en op de middelbare is dat natuurlijk best wel awkward. En ik denk van ja, als je een geweer zo meeneemt, kun je dat ook wel ergens anders verstoppen misschien, ik weet het niet.
We proberen maar wat. Zo, ik heb dus echt heel slecht geslapen. Ik weet het sinds 2 nachten. Misschien komt het toch wel een beetje door de ogen van Ruben, die situatie. Maar ik heb allemaal nachtmerries en ik slaap heel onrustig. Ik wou even zeggen, eigenlijk vind ik het voor dat ik zoveel make-up op heb. Voor iemand die gewoon voor de klas staat. Komt omdat ik dus best wel wit ben. Ik moet echt naar een zonnebank gaan. Dus dan doe ik heel veel make-up op. Het is mijn leuke nieuwe kleren. Nou ja, eigenlijk zijn het gewoon 3 nieuwe jassen. 2 nieuwe jassen. Dus het is nieuw als in sinds het Pasen. Maar ik heb nooit echt tijd om een leuke outfit uit te zoeken voor ik naar mijn werk ga. Dus ik draag eigenlijk heel vaak hetzelfde. Ik ga denk ik wel mijn nieuwe broek aandoen. Ik moet een beetje opschieten. Het is toch best wel moeilijk om deze broek leuk te stylen. Hij is ook heel kort. Eeuw, dit is echt heel lelijk eigenlijk. Eeuw. Het ziet er echt niet uit. Maar ik moet nu weg. Nou, misschien is het omdat ik ergens een soort van... niet van de kleur rood hou of zo, dat ik die broek zo lelijk vond. Maar hij was ook eigenlijk veel te wijd. Ik heb hem te groot gekocht, dus ik heb hem niet aangedaan. Die ga ik lekker of terugbrengen of omruilen voor een andere maat. Ik denk eigenlijk terugbrengen. Want hij was nu al zo stretchy. Ik moest nu al het hijsen, terwijl ik gewoon thuis was. Ik vind hem heel moeilijk te combineren. Ik heb niet echt veel van dat soort kleuren ook, dus... ik heb nu weer dit aan. Like always. Lekker een eitje aan het eten. Dit is mijn ene laatste sapdag. Hallo. Vandaag is mijn ene laatste sapjesdag. Dus hier met mijn lens. Mijn bordje zit aan mijn camera veranderd en daardoor vind ik het niet mooi. Daardoor is het heel erg... ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Nou, in ieder geval, ik ben thuis van werk. Ik ben falafel aan het bereiden. Want er komen zo 2 vrienden eten, vrienden van Ruben. Ik heb gezegd dat vrienden van Ruben, maar ik ken ze inmiddels ook al 5,5 jaar. Maar ik ben dus iemand, ik doe dus dit omdat ik hier zo'n onderkin heb. Het irriteert me. Misschien valt het nu juist op omdat mijn gezicht juist iets smaller nu aan het worden is. Dat dit dan heel erg opvalt. Ik doe nooit iets door de week na mijn werk. Met vrienden plan ik nooit wat in. Ze mogen nooit komen. Maar ja, tegen Ruben's vrienden kan ik geen nee zeggen. En als ze er eenmaal zijn, vind ik het altijd heel leuk. Dus ik moet eigenlijk ook mijn eigen vrienden uitnodigen. Dus normaal komen ze ongeveer rond 8 uur. En ik zei, ik nodig een keer uit voor het eten. Want, en dat is chiller. Want weet je, ik hou er niet van. Dan zit je maar te wachten. En dan wil je bijna naar bed en dan komen ze. En we moeten toch eten. Dus dat is veel gezelliger. Dus die kunnen elk moment komen. En dan gaan we lekker eten met z'n vieren. Mijn beeld is nu toch veel witter. Wazig. Zit er gewoon even iets op mijn lens. Dat klopt iets niet. Oké. Okay. Kijk, dit is onze nieuwe salontafel. Kijk hoe ideaal. Hier zitten mensen. Ik film maar van jullie benen. Dit tegen mij? No. Oké, film maar. Ja? Ja? Mag ik jullie filmen? Ik wil ook een bootje. Want mensen geloven niet dat ik echt vrienden heb, want niemand wil op YouTube. Oh, je zijn ook niet eens mijn vrienden. Wat zielig. Wat? Jongens, ik heb per ongeluk... echt een steen over pizza. Ik heb per ongeluk het pizzabroodje 5 minuten in de magnetron gedaan in plaats van de oven. En het ziet er dus nu heel chill uit. Je kan het perfect vullen, maar het is echt steen. Ik weet niet, heb je het? Maar ik kan niet meer eten. Oh. Ik kan echt niet meer eten. Nee, ik kan echt niet eten. Doe normaal. Ben je nu aan het filmen hoe je het eet? Zoetje, film hoe je het eet? Wil je de helft van mijn broodje? Nee, hoeft niet. Nee, het is goed voor me. Nou, dat was echt heel leuk. Het is een beetje laat en ik heb wel wijntje gedronken. Maar het was in ieder geval heel leuk. Nu lekker slapen. Ik ga vast heel lekker slapen nu. Goedemorgen jongens. Dit is vandaag dus mijn laatste sapjesdag. En voor mij was dit sap zeg maar echt vooral omdat ik natuurlijk best wel gewoon normaal heb gegeten. Het was vooral voor mij om echt eventjes mijn ritme, hoe noem je dat? Mijn voedingspatroon overdag te kunnen aanpassen. Want ik merkte dat als ik niet echt koolhydraten, brood, crackers at, dat ik gewoon zo flauw was. En nu ben ik gewoon echt serieus gewend aan het leven op sapjes en eitjes. En ik trek het nu heel erg makkelijk. En ik ben nu maar 2 kilo afgevallen. Maar als je ziet hoe ik heb geleefd, is het best wel chill. En wat ik wel aanraad als je het ook gaat doen, is om het echt goed in te calculeren, of hoe noem je dat, in te plannen. Want ik heb het nu eigenlijk heel spontaan gedaan en ik kreeg heel erg snel eigenlijk mijn 2e week ook opgestuurd. Terwijl er eigenlijk, ik had de verjaardag van Ruben en toen op een gegeven moment was het Pasen en ik had events. Dus ik zou het volgende keer echt even goed inplannen zelf. Echt een week dat ik het echt vol een week kan doen. Of tenminste vol, maar in ieder geval niet dat ik het gestoord word, weet je wel. En dan is er denk ik nog meer resultaat. Maar voor mij heeft het heel erg goed geholpen. Het is nu nog, ik heb nu nog vandaag dus hoor. Maar om echt het ritme aan te passen. Zo fijn dat ik gewoon op zoveel minder kan leven. En ik denk dat het, als ik zo doorga, dat ik echt wel wat gewicht ook ga verliezen. Dus ik ga het zeker volhouden. En dan ga ik gewoon... want de gedachte dat ik zoveel groente en fruit binnenkrijg, vind ik zo relaxed.
ik ga mijn kleren aandoen en dan ga ik naar mijn werk. Eitje. Sapje. Jongens, oké, dit was mijn outfit vandaag. Ik ben vandaag iets eerder naar huis gegaan. Het is zoveel leuker als je het zo ziet. En als je ook dit erbij ziet, vind ik wel uit. Want ik moet heel veel mails doen en zo. En ik heb echt zoveel last van mijn rug. Dus ik zeg, ik ga lekker thuis werken. Dan kan ik lekker op de bank zitten. Wat vinden jullie van mijn jasje? Ik ga even kijken of de buren een pakketje... of ze er zijn. Want ik heb pakketjes liggen. Als ik aan het werk ga, moet ik natuurlijk eerst even mijn pakketjes unboxen. Oké, lieve Charlotte, heel veel plezier met de producten. Geniet ervan. Doris, liefst Doris van teamjohnbarrens.com. Ik heb dus... superleuk. Ik werd benaderd door John Barron's, de Instagram pagina. Dat is echt een mega webshop met allemaal haarproducten. Toen heeft ze me uiteindelijk dit aangeraakt. En dit ga ik dus ook echt in de vlog testen. Dit is een keratinebehandeling wat je haar tot 4 maanden lang glad en stijl houdt, maakt. Ik ben benieuwd, ik hoop niet te stijl ook. Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, ik stel het eigenlijk altijd, dus dat zal wel chill zijn. Dus dit ga ik nog, laten weten of je wilt zien dat ik het ga testen. Waarschijnlijk ga ik het gewoon doen. Maar ik vind het wel leuk om te horen van jullie, dat jullie dat leuk vinden. En iets mega leuks. Dit wil ik dus echt al... Ik lijk nu misschien niet blij dat ik zo moe ben. Maar dit wil ik al zo lang. En Rebecca had een cheese teltang in het, bij het event in het hotel. Toen dacht ik echt, ik wil dit ook. En toen ineens Bobby... Toen ineens werd ik benaderd. Irritant. En toen mocht ik dus deze uitzoeken. En dit is een lichtroze cheese teltang. En ik ben helemaal blij. En het allerleukste is dat ik zeg, welke van de twee wil je weggeven? Toen dacht ik, nou, ik wil deze wel weggeven. Dus ik mag hem dus zelf... En dan mag ik dus ook een 2 weken lange winactie. Dat horen jullie, als het komt in deze vlog, horen jullie het zo van me. Ga ik deze steltang dus weggeven. En dan moet je, daarvoor moet je dus naar mijn Instagram toe gaan. En daar staat dan een foto op dat moment. Dus nu of niet, dat hoor je zo. Waarbij staat wat je moet doen om deze steltang te winnen. Dus mega vet, zo leuk. Gewoon, je kan gewoon een cheese steltang winnen, echt best ever. Ik ga nu nog even niet openmaken. Ik ga het allemaal straks of later doen. En dit heeft de buurjongen aangenomen, dus ik ben helemaal blij. Ik heb namelijk schoenen weer mogen uitzoeken bij Soko. En Soko, daar heb ik meer dan een jaar mee samengewerkt. Meer dan een jaar geleden. Dan mocht ik 2 paar schoenen uitzoeken. Maar toen was er een nieuw iemand in dienst en zo. Ik heb niet meer met ze samengewerkt. En nu mocht ik 1 paar uitzoeken. En ik denk van ja, schoenen. Ik wil graag schoenen. Dus ik heb 1 paar schoenen mogen uitzoeken. En echt geweldig. Van Calvin Klein. Ik ben zo benieuwd hoe ik ze ga vinden. Oh, ze zijn tof. Ik vind ze heel mooi. Ik wilde eigenlijk al best wel lang die Hugo Ratchets kopen. Maar toen ik ze wilde, waren ze echt al een beetje uit. Dacht ik van ja, moet ik nu nog voor het volle bedrag Hugo Ratchets gaan kopen? Terwijl ze nu niet echt hip meer zijn. Toen zag ik dus deze. Ze zijn gaaf. Ik heb niks van Calvin Klein, maar het is toch wel echt een heel vet merk. Ik heb trouwens net mijn panterbroek aangetrokken, dus dit wordt echt super charmant. En dan moeten... Oh, beenhaar. En dan moeten natuurlijk even witte sokjes in. Oké, ik moet nu gaan werken. Maar jullie zien ze later terug. En dan echt leuk gecombineerd. Cool. Nou, aangezien ik zo hard aan het werk ben en Ruben met Frans naar een auto aan het kijken is en die thuis eet. Ik had helemaal lasagne op de planning staan, maar dat ga ik echt niet koken. Dus ik heb sushi, vega en garnaal. Hele lekkere. Maar wat ik wel jammer vind, ik zeg altijd ik wil geen komkommer, ik wil oshinko en avocado makies erin. En ze hebben niet geluisterd naar me dit keer. Maar wel lekker. En toen was het 6 uur en was ik nog aan het werk. Moest nog even dingetjes nakijken met iemand. Een verslag en... Oh, ik was nog even telefonisch aan het overleggen. Leuk hè, lekker positief ben ik. Elke week vlog zeg ik dat ik moe ben. Sorry jongens. Dit is mijn steltang. Kijk, hij is lichtroze. Dit is toch prachtig. Oh, en het voelt zo waardevol. Dit is volgens mij ja, het eerste merk waarvan ik dacht, ik wil ooit zo'n steltang in handen krijgen. Oh, dat zijn van die platen die je zo in kan drukken. Dus dan kan je er ook mee krullen volgens mij. Oh my god, ik kan niet wachten. Ze zei echt dat hij echt geweldig is. Ik kan echt niet wachten. En ik vind het zo geweldig dat ik er één nog weggeef aan jullie. Oh my god. Pareltje. Love it. En zoals altijd ben ik weer eens vergeten de vlog af te sluiten, dus hierbij. En ik heb een vraag voor jullie, want ik loop zo achter met mijn vlogs dat ik dacht, zou ik deze week 2 weken vlogs plaatsen? Dan komt die echt al morgen of overmorgen, komt dan de 2e online. Als je dat wil, doe even je duimpje omhoog en laat het even in de reacties weten. Oké, tot volgende week vlog. Of gewoon een andere video, als jullie liever niet 2 in 1 week willen. Doei!